welke hengsten we mee gaan nemen naar de kampioenskeuring. En natuurlijk willen we Jeppe nog een keer zien. En we willen Martinus graag nog een keer zien. Maar de kwaliteit in deze groep was zo groot dat we de nummer 3 ook mee gaan nemen. Elger. Oh. Een hele kwaliteitsvolle rubriek. Hengsten die voor de eerste keer hun opwachting hebben gemaakt hier. En dat eigenlijk heel goed hebben gedaan. Die zich over het algemeen goed hebben gepresenteerd. En de verschillen zijn ook erg klein in deze groep. Vooral de stap heeft de doorslag gegeven in deze groep. Op kop geplaatst waren we unaniem over eens. Jeppe 537. Een hengst die qua uitstraling heel hoogbenig is. Heel modern. Een goede romprichting en een hele imponerende voorhand. In de stap toont hij heel veel lichaamsgebruik, zet zijn voorbeen goed weg. In draf toont hij veel balans en veel souplesse. En hij kan in een heel rustig tempo, hij kan schakelen. Dus een verdiende eerste plek voor Jeppe 537. Maar Jeppe had het zwaar, want heel dicht in zijn kielzog was daar Martinus 539. Een hele complete hengst die sterk gebouwd is. Een hele goede bovenlijn, goede kruisligging. Een hengst die ook heel goed kan stappen met tact en souplesse. En in draf veel balans laat zien, veel tact en daarin ook kan schakelen. Martinus 539. En dan komen we bij de derde plek, Elger 536. Is een hengst met een mooi silhouet, een sierlijke belijning. Die mooi in verhouding gebouwd is, die goed stapt met veel tact en ruimte. En in draf met houding draaft en een heel mooi gebruik van het voorbeen. Elger 536.